Jongerenkampen met veel uitdagingen. Daarom heeft schoolhoofd Urta Grootvaan van HAVO 4 het boek Jij overleefde een pandemie uitgebracht. Het boek bespreekt de uitdagingen waarmee jongeren op junioren- en op seniorenniveau kampen binnen het onderwijs. Zowel voor jongeren als ouders moet het boek een leidraad zijn hoe zij deze uitdagingen kunnen overbruggen, zegt Grootvaan. Vanwege mijn werk kom ik dus vaker in contact met jongeren. En dan moet je naar hun problemen, hun uitdagingen luisteren. Het zijn problemen van verschillende aard. Je komt kinderen tegen die depressief zijn. Kinderen die een heleboel situaties, hun huissituaties, van alles. En al deze dingen dus komen in dit boek ter sprake. We staan er misschien niet bij stil, maar COVID heeft... Heeft deze kinderen het, ze hebben het zwaar gehad tijdens die COVID-periode. Ze gingen niet naar school. Het was een hele verandering voor ze. En wat ik, een van de dingen die ik merk, depressie is dus een van ze geworden. Kinderen die bijvoorbeeld geen hoop hebben in hun toekomst, wat zullen ze worden in de, met de economische situatie. En dit alles kun je terugvinden. Het zijn meer persoonlijke ervaringen die ik dus heb opgenomen. En middels met bijbelteksten heb ik dus geprobeerd de kinderen, de jongeren, erop te wezen dat er altijd hoop is. Grootvaam is ervan overtuigd dat jongeren zich zullen terugvinden in dit boek die antwoorden biedt op de vele vragen waarmee ze dagelijks zitten. De opbrengsten van het boek dat begin deze maand is uitgegeven en in de verkoop staat gaan naar een goed doel. De opbrengsten gaan naar gemeente Brandesleven die voor de bouw. Ze zijn bezig dus met de bouw. En daar gaan de opbrengsten dus naartoe. Grootvaam zegt geen winst te zoeken bij de verkoop van haar boek, maar dat het een bemoediging moet zijn voor jongeren. Mijn winst is dat een kind wordt geholpen, aldus Grootvaam.